veganistisch. Ik zou nooit slager kunnen zijn. Maar dat betekent niet dat ik vind dat alle slagers geen huis meer mogen kopen. En dat is precies waar de belangenorganisatie van sekswerkers Proud tegen strijdt vandaag. Want ondanks dat het een legaal beroep is in Nederland, komen ze naar eigen zeggen voor veel problemen te staan. Het zogeheten sekswerkersstigma. Dat is een stigma wat betekent dat sekswerkers geen hypotheek kunnen krijgen vaak. Dat ze geen bankrekening krijgen. Dat we niet op een normale manier gewoon een huis kunnen huren. En daadwerkelijk tegen onze huisbaas kunnen vertellen wat wij daadwerkelijk doen voor werk thuis. Je kan uit je huis gezet worden als je huisbaas erachter komt wat voor werk je doet. Dat zijn allemaal hele vergaande mensenrechten schendende zaken. De sekswerkers vragen om gelijkheid en acceptatie van hun werk. Er wordt gedanst, gepraat en condooms uitgedeeld. Nou, dat vind ik een prima idee. Waarom? Omdat ik vind dat sekswerkers ten onrechte in een hoek gedouwd worden. En de maatschappij heeft daar kennelijk toch heel veel behoefte aan. Dat zal altijd er zijn. Dat zou gelijk getrokken moeten worden. Het is gewoon een beroep en ze verdienen gewoon. Dus ze moeten ook een hypotheek kunnen krijgen. Het is helemaal geen apart product. Het is iets wat een hele menselijke behoefte is. En een mooie behoefte, denk ik. Seksualiteit, intimiteit is iets waar we allemaal behoefte aan hebben. En het is niet voor iedereen altijd beschikbaar. Dus het is niet gek dat er mensen zijn die daar dan een job van maken.